Hoi, hier is Paul weer. Welkom bij de Geldboom Show. Vandaag de eerste geldboom met een waarde van meer dan een ton. Die komt van Mark. Mark is 44 jaar en hij heeft als doel om 2000 euro aan dividend per maand te krijgen vanuit zijn geldboom. Op dit moment een portfolio waarde van 164.000 euro. Een prachtig bedrag natuurlijk. En daar komt meer dan 5600 euro aan dividend per jaar uitvallen. Dat is wat hij mag verwachten vanuit zijn geldboom. Zijn grotere posities zijn onder andere Microsoft, Main Street Capital en Johnson & Johnson. Ik wil Main Street Capital kort laten zien, de dividendhistorie van Main Street Capital. Ik zie hem heel vaak voorbij komen. Het is een BDC, een Business Development Company. Daar zie ik er sowieso meer van voorbij komen, van BDC's. Die zijn voor mij nog steeds nieuw, maar we kunnen er steeds meer naar gaan kijken, wat mij betreft. En daarnaast wil ik Johnson & Johnson halen door Fastgraphs. Een iconische Dividend King en een hele aardige positie in het portfolio van Mark. Maar goed, de vraag is natuurlijk: hoe heeft Mark dit opgebouwd? Zo'n mooi portfolio. Hij heeft het allemaal uitgelegd. Mark was eigenlijk heel kort, krachtig, maar ook duidelijk. Hij is begonnen in februari 2020. Dus hij is eigenlijk net begonnen en een maand later kreeg hij de coronacrash voor zijn kiezen. En hij is gewoon doorgegaan. Dat gaan we ook zo meteen zien in zijn portfolio. Hij is nu 44 jaar en hij zegt eigenlijk dat hij pas net begonnen is. Hij is ook pas 4 jaar bezig. Maar in 4 jaar natuurlijk wel een geweldig portfolio opgebouwd. Eerste deel, veel hoogdividendaandelen gekocht en nu ook groeiaandelen gekocht, groeidividendaandelen gekocht. Zijn doel is heel simpel. Hij wil 2000 per maand aan dividend krijgen vanuit zijn portfolio. Dat zal gemiddeld zijn, gemiddelde maanduitkering 2000 euro aan dividend. En zijn aanpak is eigenlijk ook heel simpel. En het is ook zo simpel, dividend investeren. Wat hij heeft gedaan is als volgt. Hij heeft vanaf 2020 tot en met 2023 1000 euro per maand geïnvesteerd. En af en toe meer om te beginnen en om de sneeuwbal te laten rollen. Ja, supergoed gedaan, denk ik. In het jaar 2024, dus dit jaar, wil hij 1000 euro per maand investeren. En hij wil 1000 euro per maand sparen. En daarnaast krijgt hij vanuit zijn geldboom, dat gaan we zo zien, ongeveer 450 euro per maand aan dividend. En ook dat wil hij weer investeren, als het goed is. En dan volgend jaar, voor 2025, wil hij 2000 per maand investeren. Plus het dividend wat eruit komt, wat dan 500 euro per maand zal zijn. En zo gaat zijn geldboom groeien en groeien en groeien. Dus eigenlijk is het heel simpel wat Mark doet. Hij is gewoon begonnen met investeren. Elke maand braaf investeren. En in het begin extra proberen te investeren. Dividend herinvesteren. En de bedrijven in zijn portfolio verhogen continu hun dividend. En dan krijg je een steeds groter wordende geldboom. Dat is ook een beetje dit plaatje. Die kom ik wel vaker tegen op Twitter bijvoorbeeld. Het begint heel klein. Gisteren hadden we Onno. Die is net begonnen met dividend investeren. Die denkt misschien, het schiet nog niet heel erg op. Maar als je gewoon volhoudt, als je jaar na jaar na jaar, maand na maand na maand, gewoon blijft investeren, dividend herinvesteren. Jouw bedrijven groeien hun dividend. En dan krijg je over, ja, bijvoorbeeld 10 jaar een enorme geldboom waar je heel erg van kan leven of waarvan je heel veel vruchten kan plukken. Dat is natuurlijk het idee. Mark heeft zijn geldboom laten zien. Nou, we gaan hem zien. Hij noemt het ook mijn geldboom inmiddels. Dit is het portfolio van Mark. Hij heeft 34 posities. Hij heeft een total return al van 25%. En dat is natuurlijk ook heel lekker. Hij heeft al meer dan 34.000 euro aan koerswinst geboekt. 164 aan portfolio waarde. En zoals ik al zei, hij was begonnen in februari 2020. En hij kreeg meteen een flinke klap te verwerken. Met corona 28%, bijna 30% in de min. Hij heeft zich daar niet door laten afschrikken. Hij is gewoon verder gegaan met dat idee van 1000 euro per maand investeren. Ja, supergoed gedaan. En inmiddels heeft hij daar de vruchten prachtig van geplukt, denk ik. Nou, hoe zien zijn posities eruit? Zijn grootste positie is de Vanguard All World ETF. Daarna komt Realty Income. Dan komt Microsoft, Main Street Capital, AbbVie, Agree Realty, Apple, Johnson & Johnson, de Van Eck Real Estate ETF, ASML, Shell, de Vanguard S&P 500 ETF. Dus ook ETF's in het portfolio van Mark. ASR. Mooie Nederlandse dividendgroeier natuurlijk. Deze heeft hij ook, de Nasdaq ETF, WP Carey, een REIT, Procter & Gamble, een hele bekende Dividend King. Nog een Dividend King met Coca-Cola en nog een Dividend King met PepsiCo en nog een Dividend King met ExxonMobil. Bedrijven die al 50 jaar of langer elk jaar hun dividend hebben uitgekeerd en hebben verhoogd. McDonald's, bijna een Dividend King. Comcast, Stack, dat is een REIT. Enbridge, dat is volgens mij energie. Digital Realty, dat is ook een REIT, vastgoed dus, Visa, Merck, Van Eck,
De Van Eck Dividend ETF, die heeft hij er ook in zitten. Pembina Pipeline, Nike, Albemarle, dat is volgens mij lithium. En de Euro Dividend ETF, nog wat cash en ook nog de Vanguard All World of de All World High Dividend Yield ETF. Dus best wel wat ETF's en best wel veel mooie posities. Volgens mij allemaal dividendgroeiers of bijna allemaal dividendgroeiers. Heel veel bekende namen, denk ik. Ja, het ziet er prachtig uit. Geen enkele positie is groter dan, nou zeg 7%. Ik weet niet of dat bewust is. Wat hij aan spreiding wil, hoe groot hij maximaal één positie wil maken qua percentage. Hoe hij daarnaar kijkt, dat weet ik eigenlijk niet. Maar we kunnen ook een mooie dividendhistorie zien bij Mark natuurlijk. Hij is bezig sinds 2020. Toen kreeg hij al €700 aan dividend. Dat is gegroeid naar €2000 aan dividend in 2021. Naar nog meer dividend in 2022. Naar nog meer dividend in 2023. En dit is zo mooi en dit doet mij heel erg denken aan dit plaatje. En dat wil ik ook zien met mijn portfolio. Ik heb eigenlijk dezelfde aanpak als Mark. Dus als ik gewoon net zo doorga zoals Mark heeft gedaan, dan kom ik hier ook. En daarom denk ik ook dat dividendgroei investeren voor iedereen is. Dat wil ik ook laten zien met de Geldboomshow. En inmiddels €5659 aan dividend. Wat hij mag verwachten voor 2024. En als we dan gaan kijken naar zijn dividendkalender, dan zal dat er ook prachtig uitzien natuurlijk. Voor 2024 heeft hij dit al gekregen in januari, februari en ook grote delen van maart. En voor de rest van de maanden kan hij nog heel veel meer dividend verwachten. Gemiddeld gezien €470 aan dividend per maand. Super mooi. En dat wil hij allemaal herinvesteren dus. En je kan zien dat zijn dividend van allerlei bedrijven komt. Dat kun je hier zien, echt van allerlei bedrijven. Dus in juni krijgt hij continu cashflow, continu geld op zijn rekening van de bedrijven die hij bezit. Nou, dat vind ik zo fantastisch. Ze zeggen vaak cash is king. In mijn optiek is cashflow king. Als je continu cashflow krijgt vanuit je investeringen, vanuit je assets, wie doet je wat? En als die assets ook nog eens elk jaar hun dividend verhogen, dan ben je helemaal de koning, denk ik. Dat is wat ik zo mooi vind aan dividendgroei investeren en wat Mark dus ook aan het doen is. Verder kunnen we wel even kijken naar zijn spreiding natuurlijk. Hij zit heel veel in losse aandelen, maar hij heeft ook best wel wat ETF's. 20% komt vanuit ETF's. Daarnaast, als ik naar zijn posities ga kijken, is een mooi cirkeltje met de grootste positie maximaal 7% of nog onder de 7%. Ja, dat ziet er ook allemaal mooi uit. Als we gaan kijken naar de regio's, waar zit hij vooral? Vooral in Noord-Amerika, dat is misschien wel opvallend. Wat minder in Europa bijvoorbeeld, developed Europa, vooral Nederlandse aandelen zag ik. ASR, Shell, wat hebben we nog meer gezien voor Nederlandse aandelen? ASML, nou daar heeft hij ook wat van. Ik ben benieuwd hoe hij verder wil gaan. Hij zegt dat hij nu meer dividendgroei wil, of dat dan de ASML's zijn of de Starbucks'en zijn. Nou, die heeft hij dan weer niet, maar dat soort bedrijven zijn. Of dat hij ook nog zijn hogere dividendaandelen wil bijkopen, zoals Realty Income, die nu mooi gewaardeerd lijkt staan. Dus Mark, deel dat ook vooral. Laat vooral je licht nog verder schijnen op je portfolio als je dat wil doen. Verder wil ik kort nog gaan naar Main Street Capital. Dat is toch een grote positie van hem. De vierde positie. En daar zie ik heel veel mensen heel blij mee zijn, ook op Twitter. En ik heb in een vorige Geldboomshow van Arco gesproken over BDC's. En toen waren de reacties heel wisselend. Sommige mensen vonden BDC's mooie instrumenten, maar heel veel mensen vinden BDC's heel gevaarlijk. Als er een crash komt, dan gaat dat fout en zo. Dat soort opmerkingen ook heel vaak. En je moet altijd doen waar je zelf vertrouwen in hebt. En dat is ook mooi aan de Geldboomshow. Ieder heeft zijn eigen inzichten, zijn eigen keuzes. Maar ik heb Main Street Capital er kort bij gepakt. Dit komt van de site van Main Street Capital. En dan moet je eigenlijk kijken naar die grijze balkjes die je ziet lopen van 2008 tot en met nu. Dat kun je niet heel duidelijk zien, dat weet ik, maar je ziet wel een stijgende lijn en dit is het dividend van Main Street Capital. En Main Street Capital heeft altijd zijn dividend verhoogd, altijd, nooit omlaag gegaan, altijd verhoogd of gelijk gehouden. Ook in de financiële crisis, ook in de coronadip, altijd het dividend uitgekeerd, altijd dividend verhoogd. Dus deze BDC lijkt prima te presteren en verder hebben ze vooral een vast basis dividend en ze doen er heel vaak speciaal dividendjes overheen. Vaak zie ik dat ook op Twitter voorbij komen. Main Street Capital geeft weer wat speciaal dividend. Elke maand keren ze dividend uit. Wel is het zo, wat ik begreep van Arco,
die vooral in de BDC zit, dat Main Street Capital wel heel hoog gewaardeerd staat op dit moment en dat BDC's heel erg profiteren van hogere rentes. Of dat echt zo is, moet je ook zelf ontdekken. Ik ben er ook nog steeds geen expert in, maar ik vind het wel opvallend dat een BDC zoals Main Street Capital gewoon prima, stabiel dividend uitkeert, groeiend dividend heeft uitgekeerd over de afgelopen, ja, zeg 16 jaar. Ik heb ook Main Street door Fastgraphs gehaald. Dan krijg je gewoon de performance results. Dan kun je zien van 2008, het begin van de financiële crisis ongeveer, tot en met nu heb je gewoon total returns van bijna 12%. Er komt heel veel dividend uitvallen natuurlijk. Dividendgroei is ook werkelijk fantastisch geweest bij Main Street Capital. Dus dat ziet er heel mooi uit. Wat gaat er gebeuren als de rentes naar beneden gaan of als er een keer een crisis komt? Dat vind ik nog steeds lastig in te schatten. Maar Main Street Capital wordt wel gezien als een van de betere BDC's. Dus je kunt er naar kijken als je er interesse in hebt. Verder wil ik gaan naar Johnson & Johnson. Ook best een grote positie in het portfolio van Mark. En ik heb al eerder besproken Realty Income, Microsoft, Agree, Apple. Dus vandaar dat ik verder ben gaan kijken en ben doorgegaan naar Johnson & Johnson. Johnson & Johnson is een iconische Dividend King en denk ik, ja, een mooie basis voor een dividendgroei-investeerder. Een bedrijf dat al 61 jaar op rij zijn dividend verhoogt. Dus elk jaar krijg je dividend van Johnson & Johnson. Elk jaar groeit dat dividend, dus je krijgt altijd meer inkomen vanuit je aandelen. Dividend yield op dit moment net boven de 3%. De 10-year CAGR is rond de 6%. En daarnaast blinkt Johnson & Johnson uit met een kredietwaardigheid van AAA. Er zijn maar twee bedrijven ter wereld die een creditrating hebben van AAA. Dit is een hogere kredietwaardigheid dan de Amerikaanse overheid bijvoorbeeld. Maar dat zijn Johnson & Johnson en dat zijn Microsoft. Allebei grote posities in het portfolio van Mark. Dus ook dat, ja, doet hij denk ik ontzettend goed. Heel veel stabiliteit. En dat is waar Johnson & Johnson onbekend staat. Dat kan ik ook hier zien. Dit zijn de earnings per share, het winst per aandeel van Johnson & Johnson. En je ziet eigenlijk, ja, er is geen financiële crisis geweest als je gaat kijken naar de EPS-groei van Johnson & Johnson. Het is zo ongelooflijk stabiel. Daarom kunnen ze al meer dan 62 of 61 jaar op rij hun dividend uitkeren en verhogen. Dat is die witte lijn. En Johnson & Johnson is nooit heel spannend. Het gaat nooit heel hard groeien. Het gaat nooit de S&P 500 heel hard verslaan of überhaupt verslaan misschien. Maar wat het wel geeft is ontzettend stabiel inkomen, hele sterke creditrating, heel veilig dividend. En als we gaan kijken naar de waardering van Johnson & Johnson. Nou, de normale waardering is ongeveer 16 keer de winst. Nu betaal je ongeveer 15 keer de winst. Ik denk dat Johnson & Johnson redelijk ver geprijsd is. Het is geen groeisprookje. Je gaat nooit heel hard winnen met Johnson & Johnson. Maar dit is het mooie aan dividendgroei investeren. En waarom Johnson & Johnson best wel een iconisch dividendgroeiaandeel is. Je hoeft je geen zorgen te maken over recessies, over paniek, over weet ik veel wat er maar gebeurt. In de wereld, Johnson & Johnson kachelt gewoon door en jij kan gewoon vertrouwen op je dividendjes van bedrijven zoals Johnson & Johnson. Als we heel even gaan kijken nog naar de free cashflow, lijkt dat ook veilig bij Johnson & Johnson. Ze hadden het wel iets moeilijker in de coronatijd, maar inmiddels payout ratio gaat richting de 50%. Dat is gewoon prima, zeker als je dat combineert met de ontzettend hoge kredietwaardigheid van Johnson & Johnson. Dus dit was het eigenlijk. Ik kan nog heel veel langer praten denk ik over Mark. Jullie kunnen ook het portfolio van Mark inzien. Dan moet je hierop drukken. Dan vul je zijn naam in. MDV007. Dus hij is een soort James Bond als het gaat over dividendgroei investeren. Kun je hem volgen? Hij kan jou volgen. Stel je vragen aan Mark als je dat wil. Ik denk een prachtig portfolio. Dit is waar ik ook heel graag naartoe wil gaan. Supermooi. Gewoon investeren dus. Blijven investeren. Dividend herinvesteren. Laat je geld voor je werken. Dat is eigenlijk wat Mark heeft gedaan. En waardoor hij een prachtig portfolio heeft opgebouwd. Je kunt hem dus volgen op GetQuinn. Verder mag iedereen meedoen aan GetQuinn. Het maakt me niet uit of je een groot of klein portfolio hebt. Iedereen kan van elkaar leren. Misschien als je net wil beginnen, mag je ook vragen stellen. Wat voor tips kunnen mensen jou geven? Dat soort dingen mag ook. Je mag een mailtje sturen naar levendividend@gmail.com. Je moet altijd een GetQuinn accountje hebben. Die kun je aanmaken via de link in de beschrijving. Dan kan ik er wat centjes mee verdienen. Dat helpt mij ook weer. Dat vind ik altijd leuk als jullie dat doen natuurlijk. En dan moet je het volgende doen. Dit is mijn portfolio. Dan moet je hierop drukken. Dan krijg je je eigen portfolio linkje. Nou, deze mag je kopiëren. Mag je meesturen in een mailtje naar levendividend@gmail.com.
Dan mag je wat vertellen over jezelf, over je doelen, over je aanpak. Iets wat jou misschien of wat misschien waardevol is om te delen voor jouw geldboom. Voor nu wil ik Mark bedanken. Echt een geweldig portfolio. Super leuk dat je het ook deelt. En dat je gewoon eigenlijk een hele simpele aanpak hebt. Dat vol bent blijven houden, waardoor jouw geldboom heel erg groot is geworden. Nu al. Ik ben er hartstikke van overtuigd dat je jouw doel gaat halen. Misschien wel meer. Iedereen, deel wat je wil delen met Mark. Ik ben er dinsdag weer met DCA Dinsdag. Voor nu, bedankt voor het kijken. Nog een fijn weekend, een laatste zondagavond. En tot dinsdag hopelijk. Doeg!